Zo, daar zijn we weer met onze wekelijkse serie door het panel geproefde wijnen. We pakken er altijd een paar leuke uit om even te vertellen over goede prijskwaliteit en wat Ja. we het lekkerst vonden. En we hadden heel veel aar staan hè, deze Ja, keer in de dus Duitse Spätburgunders. de eerste serie was helemaal aar, dus tot en met wijn 12. En de Aar is natuurlijk een gebied, ja, een beetje Spätburgunder, roodwijnparadies van Duitsland. Een heel klein gebiedje, vlakbij Bonn. Een gebiedje wat heel erg populair is bij de Nederlanders tegenwoordig. En een totaal andere bodem dan andere streken eigenlijk, hè? Dat is Ja, opvallend, hè? Ja. dat maakt ook wel. De vrij noordelijke ligging, daar wordt altijd op gewezen. Maar dat volgens mij maakt dat eigenlijk niet zoveel uit. Want op die hellingen wordt het Nee. Het bloedje zijn echt heet. hele steile Ja, zuidhellingen, hè? Dus het ja. is echt in de volle zon, hè? Is het Ja, wat dat het betreft, geheim ja. is gewoon de Ja. leisteen en de zandsteen, de Ja. grauwakke die er is. En dat zijn stenige, zure bodems die weinig water vasthouden, die heel snel warm worden. Ja. En ja, de rijpheid is absoluut geen probleem daar. Het is eerder zo dat, laten we zeggen, begin deze eeuw, tot 2010, 2011, 2012, de wijnen eigenlijk te veel alcohol hadden. Ja, precies. En Dus dat dat je is het. Spätburgunders met 14,5 makkelijk had, maar niet de structuur om dat te dragen. Het probleem van deze tijd eigenlijk, hè, met de Ja. klimaatverandering, dat zie je in andere Ja. wijnstreken ook en dat doet zich hier ook voor Ja. natuurlijk. En ze willen toch rijpe wijnen hebben, dus Dus, je kunt niet vroeger plukken zomaar, nee. omdat dan toch de Nee. druiven niet rijp zijn. Ze doen er alles aan. Hè. Laten we zeggen, vroeger ging het natuurlijk vooral om die druiven zo rijp mogelijk te krijgen, Ja. inderdaad. Trossen halveren, Ja, groene ja, oogst. ja. Dat is Maar volledig veranderd dat nu, ja. is, trossen halveren doen ze nog steeds wel. Dat is natuurlijk om de botrytis druk tegen te gaan. Want hoe compacter en dichter die tros is, hoe groter de kans is als het een keer misgaat, dat die botrytis ook die hele tros aantast. En dat kun je niet hebben bij Nee. blauwe druiven, omdat dat de kleurstoffen aantast. En dan Ja. krijg je, ja, de Ja. ouderwetse aarblaaiert, hè, de bleke aarwijn. Nee, rot en rood in Nee, dit geval, dat de rot gaat en totaal rood niet gaan samen. niet samen. God gaat Nee, niet nee, samen. nee. Nee, dat werkt niet. Maar ze zijn wel eerder gaan oogsten, inderdaad. Ze proberen de alcohol echt wel onder de 14 te houden. En dan krijg je een prachtige balans in die wijnen. Laten ze misschien ook wat meer blad hangen om de druiven iets meer in de schaduw te krijgen? Of Ja, helpt dat niet? dat helpt ook. Je Ja. hebt gelukkig in Pinot Noir ook heel weinig pyrazines die Ja. groene Ja. paprikatonen kunnen geven, Dat is een zoals in voordeel. Cabernet en Ja. Merlot. Ja. Dus een beetje schaduw is niet zo'n probleem. Nee. Het moet natuurlijk, je proeft wel groene kantjes soms, hè? Je Ja. proeft, laten we zeggen, de ambiguïteit van het klimaat. En het microklimaat. Dus het macroklimaat is gewoon Ja. koel, Ja. gematigd, net zoals in Nederland eigenlijk. En het microklimaat is hartstikke warm. En dus ja, dat is wel grappig. Bijzondere combinatie, hè? Ja. Ja. Pinot Noir staat er voor 65% aangeplant. Bijna allemaal op goede plekken op het zuiden. Steile wijngaarden. We hebben een paar wijnen eruit gehaald. Hè. Oh ja, die eerste wijn, de Ahrweiler Spätburgunder van Sermann Kreuzberg. Dat is een bedrijf dat zit in Altenaar. Een producent die de laatste jaren heel erg in kwaliteit is gestegen, vind ik. Dit wordt verkocht door Winesome voor €12. En dan heb je echt een prachtige Spätburgunder. Ahrweiler is het dorp. Dus dat ligt tegen Bad Neuenahr aan. Ahrweiler heb je de Sonnenberg bijvoorbeeld als beroemdste wijngaard. En ja, dat zijn goede wijngaarden. En dat proef je al een beetje in deze wijn. Maar Hij maakt nog, ongetwijfeld nog hogere cuvées, maar ja, maar die prijskwaliteit van deze ja, wijn is natuurlijk hartstikke waanzinnig. goed. Hè? Ja. 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 Meyer Nickel, dat is een van de Ja. grote bekende domeinen van de aarde. Van Ja. oudsher is dat bekend en prachtige wijn ook. Hè? Ja. En Zilberberg, dat is ook een van de mooie. Zilberberg, ja, dat ligt Vertel. vlakbij mijn favoriete hotelrestaurant. Daar kijk je op uit, hè. Dus dat is Hohenzollern. Hohenzollern, ja. Dus dit ligt tegenover Schitterende plek. Altenaar ook. Ja. En de Zilberberg is sinds kort eigenlijk, pas sinds 2015 of zo, bij Meyer Nickel in het assortiment, dat ze daar een grootse kweks uit maken. En ja, zo'n wijn bewijst gewoon het niveau ook van het bedrijf, vind ik. Hè? Dus Ja, even los van dat het een goede wijngaard ja, is, pal op het ja. zuiden. Het is voor, wat is het, Ne 36,39,80 39,80? bij een specialistische importeur, een gespecialiseerde importeur, Dr. Mahler. Ja, Ja, en prachtige dan wijn, hè? krijg je echt een Spätburgunder die tot de top in Duitsland behoort, denk Ja. ik. Dat zijn echt prachtige wijnen. Ze zijn niet alleen heel typisch voor het gebied, dus een beetje met die zoetzure kersen en een beetje zoete kruidigheid, een beetje kruidkoek, een beetje winterse kruiden eigenlijk. Maar het is ook ja, heel mooi gepolijst bijna en Ja, heel mooi opgevoed. Die niet wijnen hebben te veel precisie hout, en ja, balans. perfecte balans, Ja, hè? Ja, heerlijk. heerlijk, ja. Ja, en de tweede serie was heel gemengd. Er stond wat
Rheinhessen, Baden, Pfalz. We hebben er even één wijn uitgehaald omdat het zo opviel dat de prijskwaliteit daar ook zo goed is. Deze wijn komt uit Franken, uit Redstad. Dat ligt iets ten noordwesten van Würzburg, wat eigenlijk het historische hart natuurlijk van Franken is. Deze komt van Weingut Mai en wordt verkocht door de Sligro. Dit zit in prijskategorie 6. Ja. En dat viel ons echt op van prachtig fruit, goede zuren, alles is er. Genoeg structuur, dus het is niet weeg. En dat voor dat geld is gewoon heel erg lekker. Ook dit zit al op de kalkbodems, als ik dat zo uit mijn hoofd zeg. De Franken wordt eigenlijk getypeerd door drie verschillende bodemtypes. Het zandsteen in het westen, kalk in het midden en meer kleibodems of kooiperbodems, mergelbodems in het oosten. En dit zit zo dicht tegen Würzburg aan dat ik denk dat dit al op het moezelkalk staat. En dat geeft hem ook nog een bepaalde verfijning, denk ik. Mooie zuren, spanning. Heel knap gedaan. Ja. Er stonden nog een heleboel andere mooie wijnen. Allerlei dingen die heel erg aanbevelenswaardig zijn. Beroemde producenten, Zeger, Huber, noem maar op, Van Wiening. Grote kwaliteit, heel mooi. Ja. Het bewijst maar weer dat Pinot Noir het in Duitsland echt ongelooflijk goed doet. Ja. En nog steeds heel betaalbaar is. Prachtig.